film gaat over een heel bijzonder gezin langs de kant van Aalst in Terpeneren, waar vier jongens samenwonen met hun moeder. En een van die jongens heeft een zoon, dus mijn kleinzoon. En ze heeft ook nog ergens een dochter, dus ze heeft vijf kinderen. Maar een man is overleden door het overtollig alcoholgebruik. En zij leeft daar. En die gasten, die zuipen. Maar ik vind het alles bijeen eigenlijk een positief verhaal. Want mijn kleinzoon ontsnapt aan dat milieu. En niet tegenstaande ik alleen maar omringd ben door mannen, vind ik het eigenlijk een schoon vrouwenverhaal ook. Want het is de vrouw, het is Meetje die dat huishouden recht houdt. En die die gasten alle dagen maar tevreden geeft ook. En zij kuist in de kerk en zij... En die gasten die doen maar op, die leven maar op. Zij zuipen in eigen dood. Voilà. Dat gaat ook maar mee, hè? Wat mee? Wil je nog een goede stoel zijn? Wie? Wat is een kastare, meneer? Ik ben moeder van één dochter. Nu had ik er ineens vijf. Maar ik vond het wel geestig, want ik had ineens vier zonen. Dus dat ken ik niet in mijn eigen leven. En het zijn vier goede acteurs, dus... Het was heerlijk om daarmee los te gaan. En na de kut waren we zo'n goed team. We waren zo heel echt. En ook met Felix. Het waren precies allemaal een beetje mijn kinderen. Maar is daar nou weer als trap te schrijven, jongen? Ja, een soort van. Maar veilig krijg ik de leerkrachten uit. Ze lezen dat toch niet. Nou, dat weet ik nog niet. Nee. Veilig erop. Mijn met net het een uur op. Ja. Ga slapen. Ik was ook eigenlijk een beetje verrast dat Felix voor mij koos. Ik ben momenteel iets aan het draaien en ik speel een heel chique madame met een Rolls Royce voor de deur en constant twee bedienden in mijn rug. En dat is iets dat ik denk, ja, zoiets dat zullen ze wel bij mij verwachten, zo van dat vult ze wel in. Maar dit, dat hij dit... Die sprong waagde met mij om dat te doen. Zo. Dat vond ik zo'n fijn gevoel. Ik kreeg ook zo'n gevoel van vertrouwen. Van als hij erin gelooft, dan spring ik toch mee. Wat is nu? Ik wil direct terug met Felix draaien. Hij is ook ontzettend alert. Hij ziet heel goed. En... Het blijft een mens van vlees en bloed. Hij is ook een hele gevoelige mens. En dat is leuk dat je niet zo alleen maar technisch... Nee, het is iemand met een groot hart. Hey! Ja! Zeggen kut. En die dat ook echt kut. Allee, ik ben niet iemand die dan daarna ook helemaal flabbergasted ben van goh, van alle gevoelens die gepasseerd zijn. Nee, kut is kut. En hoe lag je daarna? Of dat goed doorbreken, want anders zouden we dat niet vol. Het is al zo'n schizofreen beroep. Zo dat nog allemaal mee naar huis. Ik neem ook nooit rollen mee naar huis of zo, of personages mee naar huis.